Brennan. Ik denk dat beide mannen dus ook wel de blik op de titel een beetje hebben. Voor Dolan was de UK Open nooit echt succesvol. Het is een tiende keer dat hij meedoet. Maar hij weet dus wel wat het is om dit toernooi te spelen. Hij kwam nog nooit verder dan de laatste 16. Dat deed hij onder andere vorig jaar. Toen hij bij die laatste 16 van Phil Taylor verloor. Hele goede wedstrijd speelde. Kansen had ook om te winnen. Maar 9-8 verloor. Verder nooit echt grote resultaten van Dolan op de UK Open. Terwijl het toch een toernooi lijkt. Hem op het lijf geschreven. Hij presteert normaal gesproken heel sterk op de vloertoernooien, Brandon Dolan. En daar lijkt dit televisietoernooi natuurlijk wel het meeste op. Als je een beetje mazzel hebt, speel je op die buitenbanen. En dan kun je heel lang buiten de camera's, althans buiten de grote camera's blijven. Tenzij je natuurlijk een van de absolute toppers treft. Ja, en de speelstijl van Dolan, die zorgt er eigenlijk ook altijd voor dat hij niet op het hoofdpodium hoeft te spelen. Tenzij hij tegen een van die absolute toppers eruit moet komen. Ik kies er toch altijd voor de wat snellere, aantrekkelijke namen op het grote podium. Brandon, you require 121. 121 voor Brandon Dolan. Om zijn eigen lek te houden met Jenkins alweer op tops. 20. En bullseye. Voor Dolan. Maar die gaat er niet in. En dus Jenkins voor tops. Dat is de eerste pijl die Jenkins op een dubbel mist in deze partij. Maar de tweede gaat er wel in. Dus heeft Jenkins de break te pakken. Dan staat hij 4-2 voor. Terry Jenkins. Door die break. In de zesde leg. En de dubbel 2 in de vorige. Staat weer goed te spelen, Terry Jenkins, dit jaar. Het vertrouwen natuurlijk van het WK, waar hij die 39 gooide. Dat helpt natuurlijk mee. Maar ook gewoon weer terug naar het oude materiaal. Het vertrouwde materiaal, waar hij even vanaf was geweken. Maar nu weer gewoon de standaard shafts erop. De standaard flights, en dat lijkt te werken. Kijk eens aan, 15 seconds of fame. Dolan moet zijn eigen leg nu wel gaan houden. Het is hem in de hele wedstrijd nog niet één keer gelukt. Als het hem nu weer niet lukt, 6-2 achter is eigenlijk niet meer in te halen. Jenkins heeft ook nog het boelen gewonnen. Dan zou die Jenkins 3 keer moeten breken. Dat lijkt een hele lastige opgave. En dus is het zaak voor Dolan om dit goed weg te zetten. Om diep te gaan in deze leg. In deze beurt 100 is redelijk. Maar dan blijft de opdracht voor de volgende beurt ook nog wel redelijk groot. Wat doet Jenkins met zijn laatste pijl? 166 over. Ja, het maakt eigenlijk niet uit waar hij heen gaat. Triple 19 is prima. En zo zit het in iedere leg dicht bij elkaar in deze partij. En dat is wel zo leuk. Dat maakt iedere leg ook spannend. Zit aan iedere leg een stukje druk voor beide spelers. Dolan gooit de triple 20 niet. Laat wel dubbel 16 over. Maar moet weer de billen bij elkaar knijpen als Jenkins aan het bord verschijnt. Die gooit meteen de triple 20. 9 en tops voor Terry Jenkins. En een 6-2 voorsprong. Oeh, het scheelt.
Een halve centimeter. Dat was bijna een gegarandeerde halve finale plek voor Jenkins. Nu Dolan. Oeh, Dolan, dubbel 8. Eentje nog over. En die gaat ernaast. En hier gooit Brendan Dolan misschien wel zijn toernooi weg. Want Jenkins gooit de dubbel 10. En komt 6-2 voor. Terry Jenkins staat er bijzonder goed voor. In zijn partij tegen Brendan Dolan. 97. Hij heeft een 2-1 achterstand omgebogen in een 7-3 voorsprong. Is met name sterk in zijn eigen legs. Of moet ik zeggen, nog veel beter in de legs die Dolan begint. Want Brendan Dolan, zijn grote probleem is dat hij nog niet één keer zijn eigen leg heeft weten te houden. Jenkins scoort constant. Hij gooit zijn dubbels heel erg sterk. En die combinatie maakt hem een lastig te pakken tegenstander. Met name die finishes, als die goed lopen bij Jenkins, is die levensgevaarlijk. En hij gooit ze tegen 7 uit 13. 54%. Dolan doet dat maar tegen 30%. Toch is de buit nog niet binnen. Dan moeten 10 legs gewonnen worden om jezelf halve finalist te noemen. Dat betekent dat Jenkins er nog 3 nodig heeft. 140. Hij weet natuurlijk wel wat het is om grote finales te spelen, Terry Jenkins. Stond op de UK Open dan weliswaar nog nooit in de halve finale. Dat stond hij op nagenoeg alle andere televisietoernooien wel. Kwartfinales, halve finales en natuurlijk finales. 7 keer in de finale van een groot televisietoernooi, deze Terry Jenkins. Triple 19 is goed. Nog één ernaast, mag hij in de dubbel 6. Dubbel 6 voor Terry Jenkins, 126 finish. Ja, die gooit hij dan ook nog. En daarmee is de knockout wel uitgedeeld. Dat heeft toch alle schijn van dat Jenkins de halve finale voor het eerst in zijn carrière gaat bereiken. Hij had dit toernooi al een paar mooie zegens te pakken. Won in zijn eerste partij, dat was in de derde ronde, van Stuart Kellett. Daarna van Paul Nicholson en gisteren van James Wade. Allemaal goede namen. Allemaal mannen in de top 32 van de wereld. Nu tegen Brendan Dolan dus. Hoppatee. Die schrijven we er ook bij. De vijfde 180 voor de Raging Bull. En Dolan op 170. Tot nog even een juichmomentje misschien. Voor Dolan. Als hij naar Bolzai gaat. Nee. Wordt geen juichmomentje. Mag Jenkins dan de handen in de lucht steken al? Dat zou zomaar kunnen hoor. Bolzai voor de wedstrijd. Jenkins. Nee. Ook hij niet. Het zal een mooi einde aan de partij zijn geweest. Maar ik kan er wel om lachen, Jenkins. Hij weet van binnen ook wel dat hij deze partij niet meer gaat weggeven. Dolan. Nog één pijl voor dubbel 16. Nee, Dolan gooit de dubbel 16 er niet in. Hij heeft de kansen die hij gekregen heeft in deze partij niet goed gebruikt, Brendan Dolan. Jenkins gaat naar tops. En Jenkins gooit tops zoals die...